Ik vaar vanuit Den Oever met groepen mensen en die neem ik mee het wat op. En die probeer ik eigenlijk het mooie van het wat te laten zien. En dat kan naar zeehonden kijken of een trekje met een sleepnet. Een stukje wat lopen of oesterzapen of kokkels. Sardientjes, ja, noem het maar op. Tot 1990 heb ik mijn geld verdiend als palingvisser. En daarna ben ik met groepen gaan varen. En dat doe ik nu nog steeds. Dus ik ben al meer dan 20 jaar met gezelschap op pad. Alleen die markt is wel heel erg veranderd hoor, in de loop van de jaren. Mijn eerste foldertje die ik heb laten maken, daar stond letterlijk in hoeveel vis wil je mee naar huis nemen. Geef maar op en die gaan we vangen. Dat was ook geen probleem. Trekjes van 300-500 kilo platvis, dat was heel normaal. Ja, daar moet je nu ongeveer een jaar voor uittrekken om dat te vangen. Dus ik had toen allemaal mensen die vis mee naar huis wilden nemen. En nu laat ik gewoon alles zien en alles proeven. En er wordt niks meer meegenomen, maar daar is ook tekort voor. En het is veranderd. De vangsten zijn gewoon veranderd en de natuur ook. En toen zijn we gaan koken aan boord. Dat lukt eigenlijk altijd. En dan ga je dus op iets vissen wat er is. Mijn vader zei vroeger, je kan wel op iets vissen wat er niet is, maar dat maakt het je niet gemakkelijk. Nou, leg de zee vol met oesters en dan hebben we een oester toch. Ja, dat is makkelijk. En je loopt er naartoe en je kan net zoveel oprapen als je wil. Als jullie mij een oester geven, maak ik ze open. Heerlijk. Oh, lekker. Dat kan ik ook. Ja. Kom mee, kom. Dero. Maar dat stukje watlopen is altijd wel... Vinden de meeste mensen wel mooi hoor. En ik zelf ook.